tijdens deze Pilates workout werken we van boven naar beneden. We gaan naar onze armspieren, borstspieren, buik, bil en beenspieren. Elke oefening leg ik eerst rustig uit voor we hem samen gaan doen. Het enige wat je nodig hebt is een bal. Het mag een speelbal zijn van de kinderen, je eigen Pilatesbal. Mag een klein beetje weerstand. We beginnen met onze borst. Wat we gaan doen. De bal gaat bij de borst en je maakt, en ik laat het even via de zijkant zien, 90 graden van je arm. Je handen, die wijzen naar voren en je gaat weerstand geven aan de bal. Dus je duwt de bal zo hard als je kan. En de bal gaat daarbij naar ons borst terwijl je blijft duwen. We gaan 12 keer duwen. Dus 12, blijf duwen. Aan de schouders naar beneden. 10, schouders op naar elkaar. 9, 8, maak een lange nek. 7 en 6. Blijf een lange nek houden. Nog 4. Schouders naar elkaar toe. Niet naar achter. Laatste 2. 2. Zelfde oefening, maar naar voren. We duwen naar voren. Blijf weerstand geven. En dan duw je je ellebogen naar achter. Je schouders gaan naar elkaar toe. Dus niet je borstbeen uitsteken. Borstbeen blijft in. Lange nek. Handen naar voren, schouders verankerd naar beneden en naar elkaar. Let's go. En 12. Blijf duwen. En 11. Voor 10. Lange nek. 9. 8. 7. Zes, blijf duwen, zo hard als je kan. Laatste 5. 3. Voorlaatste. 1. Heel goed. Dan doen we onze vingertoppen naar boven. Schouders zijn naar beneden. Je nek is lang. En je borstbeen die is dicht. Niet openzetten. Borstbeen dicht. Lange onderrug. Vingertoppen naar boven. Duw de bal weg. En de bal gaat op. 12. En 11. 10. 9. 8. Zet hem in de hand. En blijf hard die bal duwen. Voorlaatste 2 en 1. Heel goed. Ontspan. Schouders los. Dan gaan die vingertoppen. Schud maar even los. Naar boven. Ik leg hem even uit. Je duwt die bal dicht. En die bal gaat naar achter. Denk daarbij, en die is heel belangrijk, ontspan nog maar even. Ik leg hem eerst even uit. Belangrijk is dat je onderrug lang blijft en enkel je armen hun werk doen. Dus niet gaan trekken in je rug. Je blijft een lange onderrug maken. Je ribben zijn zacht. Je armen zijn op en enkel je armen naar achter. Terwijl dat je die bal blijft duwen, gaan je armen naar achter en terug. Daar gaan we. En armen op. En go. 12. Blijf duwen. 8. Leg terug. 10. Maak een lange nek. Nog 9. 8. 7, 6,
Hou je rug recht. 5. Schouders naar beneden. 4. 3. 2. Blijf duwen. 1. En ontspan. We gaan deze oefening nu na elkaar doen. Dat wil zeggen op, uit, boven en achter. Van elke kant 12 stuks. Daar gaan we. Ellebogen bij elkaar, schouders laag, lange nek en op je billen zitten. Er niet achter en go. 12. Negen, acht, zeven, zes, vijf, blijf duwen, 3, 2, 1, naar voren en uit, ellebogen achter, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, blijf duwen, 1, heel goed omhoog, nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, naar achter, 12, denk aan die rug, en je schouders, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ontspan, schouders los, maak het rond, adem in en uit, en dan gaan we een laatste keer, 12, en dan voeren we tempo nog een beetje op, zodat je lekker je kracht gebruikt. Denk eraan dat je de hele tijd je bal dicht houdt, je schouders laag, je nek lang, je onderrug lang. Ribben zijn dicht tijdens de hele workout. Bal is vast. Daar gaan we. 5, 6, 7, kom. 12. 3 en naar voor. Go. 12. 10. 9. 8. Schouderbladen naar elkaar toe. Nog 5. 4. 3. 2. 1. Omhoog. Go. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1 en achter. 12, 11, 10, 9, 8. Denk aan je rug. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Dan gaan we nu door naar onze schouder- en rugoefening. Voor onze schouder- en rugoefening gaan we met onze neus die kant op, zodat je het in alle tijden gewoon opzij mee kan zien. Dan plaats je de bal voor op de mat en ga je met je borstbeen erop liggen. Je armen die komen naast je. Borstbeen gaat op. Blijf er even lekker liggen terwijl ik rustig de oefening eerst uitleg. Je handen zijn naast je. Wat je gaat doen, je duwt jezelf eerst op. Je strekt je armen rustig uit. Je armen gaan naar opzij. Terwijl je schouders naar elkaar toe trekt. Misschien bolle schouders naar elkaar toe. Mooi op.
Je handen komen terug naar je schouders. En dan pas ga je weer neer. Dus ik leg hem nog één keertje uit. Je duwt jezelf op. Strek je armen uit. Armen opzij. En armen weer neer. Let's go. Samen gaan we klaarleggen. En daar gaan we weer een serie van 12 doen. En go. 8. En 7. En schouders. En neer. Nog out. En op. Go. Uit. Opzij. En schouders. En neer. Nog 10. 2. En uit. Zij. Schouders. En neer. Nog 9. Kom. En uit. Kom. En schouders. En neer. We doen er nog 8. Duw op. En nog 7. Hop. En uit. 7. Nog 6. En we voeren het tempo wat op. Uit. 6. Schouder. Neer. Nog 5. Hop. Uit. 6. Schouder. Uit. Nog 4. Uit. Zij. Schouder. Neer. Nog 3. Let's go. 3. En zij. En schouder. Uit. Nog 2. Hop. En uit. En schouder. Uit. En laatste. Op. En uit. En schouder. Uit. En gaat met je billen naar je hielen. Pak de bal voorlangs vast en rust even een paar tellen uit. Rol rustig op. En pak de bal voor je vast. We gaan terug naar voor. De bal gaat voor in de mat. Je neemt de bal via de zijkanten vast en je ellebogen gaan naar buiten. Zo ontstaat een driehoek van de bal, elleboog, elleboog. De benen achter, je gaat op je knieën en je krult je tenen uit. Wat je doet, je navel, die gaat op, dus niet in je rug hangen. Navel gaat op, billen kneep je dicht, schouders bescherm je. Je zakt niet door je schouders, maar je schouders bescherm je. Je navel gaat in, nu ga je knieën van de grond, kneep je billen dicht, duw je hielen naar achter, je kreunt naar voor en hang hem 12 tellen vast. Zowel. 11. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We openen naar je scherm toe. Je bal gaat naar het plafond en je heup til je op. Je navel is in. Billen zijn dicht, schouders beschermd voor 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kom terug naar het midden, 1,
Voor 12. En 12. Dan kan je rug. 11. Schouders. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. En draai de andere kant op. Rug naar het scherm toe. Bal naar het plafond. Luister naar mijn stem. Je ribben gaan dicht. En je duwt je heup zo hoog mogelijk naar het plafond. Navel naar je rug toe. Voor 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Naar het midden. Kijk naar het scherm. Je mag je knieën op de grond doen. Je billen gaan naar je hielen. En ontspan. Rol rustig op. En dan zijn we aangekomen bij onze buikspieroefeningen. Voor deze buikspieroefeningen duw je je bal naar het hoofdeinde, iets ervoor, want we gaan onze schouders eronder leggen. Ik doe hem rustig voor. Dan kan je het straks op je gemak volgen en ik leg even uit wat de bedoeling is, zodat het ook een beetje verantwoord is. Onze voeten staan op heupenbreedte, knieën lichtelijk ook op heupbreedte, niet tegen elkaar aan. Mooie stevige basis. Je bal gaat zo meteen onder je schouderbladen. Je handen mogen bij je hoofd. Wat je gaat doen, je gaat ontspannen, inspannen. Ontspannen doe je naar achter, adem je in. En dan span je in en adem je uit. Naar voren. Dus je ademt in. En uit. Daar doen we er 12 van. Doe maar mee. Leg je bal onder je schouders. Handen op je hoofd. Ellebogen naar buiten. Lange nek. Schouders niet optrekken. Lange nek. Kijk maar naar voren. Ik praat jullie er wel doorheen. Je hoeft niet meer naar mij te kijken. Ik help jullie met praten. En met sneller naar achter. Adem in. En adem uit. En in. En uit. En in. Nog 10. Kom. In. En 9. Nog 6. Weg. In. 4. In. 3. Nog 2. En 1. Heel goed. Kom, zet. En dat gaan we nog eens een setje van 12 doen, want we doen telkens 3 setjes van 12. Ook zo meteen met onze schuine buikspieroefeningen, maar die komt zo. Dus, ga maar weer liggen op je bal. Handen opzij, ellebogen open en schouders naar elkaar toe. Dus je hoeft niet je buik of je borst uit te steken, mooi in. Lange nek, draag je hoofd en let's go voor 12. 8, 7,
zijn we zo toe aan ons laatste setje van deze oefening van 12. Denk eraan, ontspan, adem in, inspannen, adem uit. Ellebogen zijn mooi opzij, schouders zijn laag, nek is lang. Ga liggen. En handen. En daar gaan we voor. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. Kom op. Pak de bal. En de bal gaat tussen je knieën. Wederom. Blijf even zo zitten. Ik ga liggen en ik laat de eerste oefening zien. Zodat je niet telkens jezelf hoeft te wringen om naar mij te kijken. Dan kan je hem rustig op je eigen tempo volgen. Wat we gaan doen zo meteen. We gaan liggen. En onze benen gaan zalig naar het zonnetje. Onze benen. 90 graden. Dus niet naar je toe, niet te laag, maar 90 graden. Je onderbenen parallel met de mat. Je armen mogen zijn achter je hoofd, waar je maar wil, maakt me niks uit. Je benen gaan op zij en terug. Andere kant en terug. Wat je gaat doen de hele tijd is je navel naar de grond duwen. Dus je onderrug duw je naar de grond en weer terug. Dus rustig gaat zo meteen je knieën naar beneden en duw je navel naar de mat. En ook bij de andere kant, je ziet dat mijn onderrug nu van de grond afkomt. Je duwt je onderrug terug op de grond door je navel naar de mat te sturen. Dus, kom allemaal liggen op de mat. Gaan we hem lekker samen doen. Benen op 90 graden. Navel naar de mat. Ontspan je borst. Ontspan je schouders. Ontspan je gezicht. En daar gaan we. Op, zij. En duw. Terug. En duw. En heen. En terug. Duw die navel terug en neer. Nog 10. Neer en terug. Duw je navel naar de grond. Nog 9. Duw terug naar de grond. En neer. En duw terug. Dan nog 7. Nog 5, let's go. 5, terug en duw en neer. Nog 4, zoek, terug, pam, 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 pam. Nog 3, zak, zoom, zak. Nog 2, zang, zoom. En laatste nu. Zak, zak. En boem. Zak, zak. Naar het midden. Tot zo. Heel goed. We gaan diezelfde oefening doen. Die gaan we iets pittiger maken door het tempo wat op te voeren. Als je merkt dat je hier je grens gehaald hebt, dan ga je lekker liggen en ontspannen. Of je doet mee op je eigen tempo en doet de helft. Het is jouw les, niet de mene, jouw grenzen opzoeken.
Daar gaan we. Gaan leggen. Knieën op. En zet. Go. En hop. En hop. Out. Hop. Hop. En 10. Rekka. En 9. Ga maar door. En 8. Goed. En 7. En 6. En 5. En 4. Duw je navel naar de grond. 3. En 2. En 1. Ontspannen. Heel goed. Zoals ik net heb aangegeven, doe ik telkens alles in 3. Dus deze snelle versie doen we nog eens 1 keertje. Wederom, eigen tempo. Dus je mag of eigen hoeveelheid of lekker liggen, dat mag je zelf weten. Dus we gaan de tempo er even ook weer in. Yes, let's go. Kom liggen. Ik zit hier op een kuilmerker. Even verplaatsen. Daar gaan we. Knieën op. En go. 12. En out. En 10. 9. 8. 7. 6. Aan onze laatste oefening voor de buikspieren gekomen. We hebben net onze bovenste, middelste en zijspieren gebruikt. We gaan naar onze onderste buikspieren. Ja, dat is goed. Wauw, ik ga heel even mijn mat, want ik word gek van die keul hier. Yes. We gaan onze bal tussen onze knieën. Je gaat liggen. Ik laat hem weer even zien. Hè. Dus blijf even lekker zitten of liggen of staan of whatever je nu aan het doen bent. Maar rustig aan. Tranquilo. We zijn hier. Plat. We gaan weer die 90 graden doen. Je voeten gaan net niet de grond aantikken. Voor je terug opkomt. Wat is hier nu het gevaar van deze oefening? Is dat je te veel aan je onderen gaat trekken. Ik laat het even overdreven zien. Wat ik wel eens zie gebeuren is dat we dit krijgen. Zie je wat ik met mijn rug doe? Probeer de hele tijd je ribben dicht te houden, je navel naar de grond te sturen en vanuit je buik te werken. Dus niet op en neer van je navel, maar op en neer van je knieën en je navel blijft op de grond. Oké, hup, ga maar liggen. Bal tussen de knieën. Knieën gaan op. Stuur je navel naar de grond. En let's go. 12. En 11. En 10. 9. 8. Blijf die navel naar de grond sturen. 7. En 6. 5. En nog 3. En nog 2. Laatste. 1. Ontspan. Heel goed. We zitten al in het derde van deze reeks. We gaan hem nog 2 keer doen. Dus benen zijn op 90 graden. Navel stuur je naar de grond. Bekken is recht. Ribben zijn dicht. En go. 12. 11.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Geef jezelf die massage aan je rug. Blijf lekker ademen. Want zometeen gaan we naar onze laatste serie van 12. Je benen gaan weer op 90 graden. Je navel stuur je naar de grond. Je armen liggen naast je. Je ribben zijn zacht. En go. 12, 8, 10, nog 9, 8, nog 7, 6, 5, 3, 2, en laatste 1, en ontspan, ga lekker liggen, rek jezelf heerlijk uit, alle kanten op, rek jezelf uit. En dan zijn we aangekomen aan ons volgende onderdeel. We hebben onze armen gehad, borst gehad, rug gehad, buik gehad. Dan blijven onze benen en onze billen nog over. Voor de beenoefeningen ga je rustig op je zij liggen. Denk daarbij als je op je zij ligt dat je weer niet lui naar voren hangt, maar mooi je rug ondersteunt en je navel naar je rug duwt. Je bal die gaat tussen je knieën, voeten bij elkaar en we gaan de bal dichtknijpen en weer los. Dan gaan we samen 3 keer 12 doen. En go. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 3, 2, 1 en los. Nog een keertje. En 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 3, 2, 1. Super. Dan gaan we naar de volgende oefening. De bal die gaat zo meteen tussen je kuit en je bovenbeen naar je plekje voet. Je klemt de bal en je knieholte. Je knie gaat naar achter. Andere been trek je uit en terug. Achter en terug. Flex je voet. Navel in. Borst is plat. Knel die bal tussen je kuit en je bovenbeen. En dan gaan we. 12, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. Klopt. Hoe harder je de bal knelt tussen je kuit en je bovenbeen, hoe pittiger dat je wordt natuurlijk. Dus probeer die bal vast te houden. Probeer hem niet te laten vallen. Als dat wel gebeurt, maakt niet uit, doe je hem er opnieuw in. Yes? Oké, gaan we nog een rondje. Doe er gelijk mijn broek een beetje voorop. En knel. Flex je voet. En go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. En ontspan. Zet los. Mocht je daar nou een kramp van krijgen, super normaal. Na deze workout een banaan eten. Werkt altijd met kramp. Laatste ronde voor deze. Knel, flex je voet. Knieën bij elkaar. Draag je rug, hand plat. En go. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 en schuik los. Gaan we naar onze andere been. We wisselen van kant. We begonnen met die bal te klemmen. Rustig op je zij, voeten bij elkaar. Nou ja, zeg. En go. 12. En 11. En 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, nog 3, laatste 2 en nog 1. Heel goed. Doen we nog een keertje. En 12, 11, dan kan je er. Kneep dicht, hè. 8, harder, kom op. 7, heel goed. 6, en 5, nog 4, 3, 2, en 1, heel goed. We doen de laatste serietje, schud heel even los. Bal tussen je knieën, ribben dicht, navel in, maak je lang. En go. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En ontspan. Heel goed. Dan gaat die bal en je knieholte. Weet je nog, je flext je voet. Je ribben zijn zacht, je navel naar je rug. Die bal die klem je tussen kuit en bovenbeen. Strek je andere been uit en doe naar achter terug. Yes, daar gaan we. En 12. En 11. En 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Heel goed. Schud hem uit. Nog een keertje. En je knieholte, klem uit en go. 12,
Ja. 1, 10, 9, 11, nog 8, en 7, 6, 5, 4, 3, 2, en 1. Heel goed. Nou, die laatste was bij mij de bal er ook eens even uitgevlogen. Maakt niets uit, het is nog altijd toetreffend, ook zonder bal. Gaan we naar ons laatste rondje van deze oefening. Dus, flex je voet, knel hem erin, knieën bij elkaar. En go. 12, 11, 10, 9, dan kan je recht. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kijk alweer, 1 en los. Dat maakt helemaal niks uit. We zijn deze les meld op onszelf. Dan, volgende oefening. We hebben onze binnenkanten en achterkant van de benen gedaan. We gaan naar de bovenkant van de benen. En die gaat als volgt. Je doet, even kijken, wat is handig? Laat ik met mijn gezicht in de zon. Dat vind ik handig. Bal. Hier. En je voeten, die doe je ernaast. Je zorgt dat je op je billen zit. Dus er niet achter, op je billen. Je handen opzij en daarmee kan je een klein beetje je rug ondersteunen. Zodat je niet inzakt. Je ondersteunt een klein beetje je rug. Je schouders gaan naar beneden, je nek is lang. Je voeten op. En wat je doet, is je telt je been op de bal. En andere been. Je strekt erbij en je flext erbij je voeten mooi op. Maak je lang. Bal in het midden. En go. Op. 2. 10. Nog. 11. 11. En 10. Bal. En 9. 8. 7. 6. 4, 3, 2, 1. Heel goed. Wat we gaan doen, diezelfde oefening, alleen we gaan het tempo nu een beetje opdrijven. Dus we gaan pam, 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 param, param, pam, pam, param, param. Let's go. 5. 6, 7, 8. Op. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En los. Dan zijn we aan onze laatste serie aangekomen. Dat is dan ook gelijk de laatste oefening van vandaag. Dus wat ik graag zou willen is dat je jezelf nu uitdaagt. En dat been iets hoger optelt. Naar de bal. En terug. Yes. Alright. Let's go. We gaan nu het tempo iets langzamer doen dan de vorige. Maar dan weer het been hoger dan de vorige. Yes. Up. Let's go. 5, 6, 7, 8, 12, op, 10, nog 11, 11, 10, 9, nog 8, 8. 7, 6, 5, heel goed, nog 3, nog 2, laatste 1,
Perfect, jongens. Dankjewel om mijn les te volgen. Vond je deze les leuk? Geef de duimen op beneden deze video. Je kan je ook abonneren op mijn kanaal. Een leuke comment of je het een leuke les vond of misschien iets anders wel of leuke suggesties voor een nieuwe les, schrijf ze hieronder. Tot dan en tot de volgende keer.